Dames en heren, u hoeft niet bang te zijn. Ik zal u dit jaar niet laten zingen. We zitten hier nu zo gezellig. Dus we hebben mensen gevonden om voor ons te zingen, dus u hoeft het gelukkig niet zelf te doen. U kunt rustig luisteren. Want wat zitten we hier gezellig op de nieuwjaarsbijeenkomst, hè? Na de kerstkalkoen, de afgebrande kerstboom, de rode wijn die thuis over het nieuwe vast tapijt ging. Direct gisteren alweer een gezellige cross en vandaag de eerste grote gathering van het nieuwe jaar. Wat hebben we toch, als ik u zo bij elkaar zie, wat hebben wij toch op de VUB een potentieel, een enorm potentieel om grote en lange vergaderingen te houden. Kent iedereen elkaar? Anders doen we even een rondje van de zaal, hè? Het zal wel gaan, hè? We are VUB, we kennen elkaar. Peter van Markom, u weet wel van die grote familie van Markom, die vroeg: Frank, kan jij op de nieuwjaarsbijeenkomst iets zeggen over de hoogtepunten van 50 jaar VUB? Want we zitten midden in het feestjaar. Maar collega's, dat is niet te doen. Ik ben dan het aantal hoogtepunten eens gaan inventariseren, zo per rector, zodat we een overzicht kregen van, zeg maar, de rectorale hoogtepunten. Moet u niet lachen, dat is serieus, hè? Maar u begrijpt, de rectorale hoogtepunten van in de jaren 70 nog jonge en viriele Bart de Schutter bij de nog maagdelijke universiteit waren van een totaal andere aard dan de rectorale hoogtepunten van professor Els Witte, de eerste vrouwelijke rector van Vlaanderen. Toen was de universiteit ondertussen al de 25 gepasseerd, hè? En die hoogtepunten waren dan weer totaal anders dan de rectorale hoogtepunten van Paul de Knop. Dat is een sportman, die bleef maar scoren. Leuke anekdote trouwens. Els Witte twijfelde in 1997 heel lang of ze het zangfeest zou inleiden. En na een felle studentencampagne, Els Witte komt naar het zangfeest, vroeg ze aan me: Frank, zou ik dat moeten doen? Ik heb haar toen gezegd dat ze dat gerust kon doen. Dat de studenten enthousiast en dankbaar zouden zijn. Toen ze dan op het zangfeest kwam en met Riek van Aarschot, voorzitter Riek van Aarschot, een lied zong en een dansje deed, kreeg ze een staande ovatie. En daarna begon de hele zaal te zingen: Els, laat ons je borsten even zien. Typisch, hè? Je geeft ze een vinger, die studenten, en ze vragen een borst. En dan nog twee. Ik heb daarna niet zoveel advies meer moeten geven. Collega's, zoals u weet zette Markom de site 50 jaar VUB op en Cava, ook bekend als het archief, verzorgt daarvan het historisch gedeelte. En die hoogtepunten vindt u onder terug in de tijd op die site. Maar eigenlijk zijn hoogtepunten en successtories een beetje saai. En de VUB is één grote successtory. De petite histoire die erachter zit, die uiteraard niet in de archieven zit of in de boeken staat, die is veel leuker. En die wil ik graag met u delen. En ik wil u tegelijkertijd nog uitnodigen om een anekdote over wat u ooit meemaakte op die site te posten, zodat iedereen ervan kan meegenieten en dat we samen die petite histoire verder ontwikkelen. Laat ik beginnen met een anekdote over de stichting van de VUB, die Tony Telee me dit jaar heeft toevertrouwd. We zijn 28 mei 1970. De kantoren van de VUB bevinden zich nog op de Builaan, waar een grote groep Vlamingen verzameld is en zenuwachtig wacht. De wet die van de VUB en van de KU Leuven een zelfstandige universiteit zal maken, wordt besproken in het parlement. Men heeft een waarnemer ter plekke. In een wastafel liggen een aantal flessen champagne klaar. Men heeft de kraan wat opengezet om de dranken lekker koel te houden. Dan komt het verlossende telefoontje. De wet is gestemd. De kurken knallen tot tegen het plafond en het feestje barst los. Tot laat gaat het er uitbundig aan toe. Als men de volgende dag terugkomt, blijkt dat een van de champagnekurken in de wastafel is gevallen en het overloopgat van de wastafel verstopt heeft, terwijl het water bleef stromen. De kantoren staan blank. De dag na de stichting voelden sommigen dus al nattigheid, maar we zijn begonnen met propere vloeren.
Bijna niemand had trouwens verwacht dat die nieuwe universiteit leefbaar zou zijn. Einde jaren 60 ging de verfransing van Brussel keihard en het Rassemblement Wallon en het FDF, nu het Défi, maakten de dienst uit in Brussel. Niemand dacht dat een Vlaamse universiteit in Brussel nog studenten zou aantrekken. De VUB werd de Vlaamse speerpunt in Brussel, waardoor de buurgemeenten niet met ons wilden samenwerken en de studenten gecoeioneerd werden in de cinema's. Het enige wat we konden doen was een splinternieuwe campus bouwen, het vrij onderzoek uitdragen, gezellige betonnen gebouwen en een medische campus in Jette, zodat de Brusselse Vlamingen eens niet aan hun blinde darm geopereerd werden als ze een verkoudheid hadden, omdat de dokter het niet had verstaan. Collega's, er is wel veel veranderd op die 50 jaar. Op het gebied van de kwaliteitszorg bijvoorbeeld hebben we grote vooruitgang geboekt. Wat vroeger mogelijk was, zou nu onmogelijk zijn. Denkt u zich eens in. Verschillende professoren hadden in de jaren 70 hun hond bij op het examen. Die zat dan verstopt onder het bureau van de prof. Ik had de staart die wat uitstak niet gezien. En ging zwierig en zelfverzekerd zitten. En nog voor ik zat, ging er een luide kajiet door het bureau en pleegde het beestje zo een aanslag op mijn punten. Gelukkig was de prof een kajietende hond gewend, maar het examen verliep toch wat basser. Tegenwoordig is dat helemaal anders. Tegenwoordig overwegen we in de opleidingsraden om de studenten hun huisdier te laten meenemen op het examen, een beetje zoals Villa Samson in Jette, omdat de studenten zich meer op hun gemak zouden voelen. Bovendien weten twee meer dan één, dus dat is goed voor de slaagcijfers. Nog een anekdote uit de oertijd van voor de kwaliteitszorg. Op een dag hadden we examen inleiding in de sociologie. Het examen was om 8:30, maar het werd 8:30, 9:00, 9:30 en nog altijd geen prof. Uiteindelijk kwam er een assistent toe die duidelijk met de zaak verveeld zat. We kregen een nummer en mochten vanuit zijn bureau bellen, er waren nog geen gsm's. Hè. Wij begonnen, na enkele keren proberen, kreeg een van ons de vrouw van de prof aan de lijn. En we begonnen voorzichtig, want wie weet wat er hem onderweg overkomen was. Hè? Dus, goeiedag mevrouw, u spreekt met een van de studenten van de VUB. We hebben vandaag examen sociologie, maar de professor is nog niet aangekomen. Weet u misschien waar hij is? Hij kan niet komen, want hij moet met mij boodschappen gaan doen. Maar hij heeft vandaag examen. Alleen, wij moeten examen bij hem afleggen. Nee, dat gaat niet, want hij moet met mij boodschappen doen. Op deze manier kwamen we natuurlijk niet verder. Kunnen we misschien even spreken met de professor? Want we moeten toch iets kunnen afspreken. Dat zal niet gaan, want hij zit in bad. Kan hij dan op dit nummer terugbellen als hij uit bad komt? Nee, dat kan hij niet, want dan moet hij met mij boodschappen doen. Maar misschien kan hij even bellen als hij uit bad is en voordat u boodschappen gaat doen. We moeten toch iets afspreken voor het examen. Even stilte, dan geërgerd. Het is goed, ik vraag hem terug te bellen. Na een half uurtje bang afwachten telefoneerde de prof terug. Examen? Wist er niks van. Stond niet in zijn agenda. Echt waar? Examen? Werkelijk? Even stilte, gebladerd in de agenda. Nee, maar... Ah ja... Toch? Tja, inderdaad. Dat was problematisch, want hij kon niet komen. Hij had belangrijke zaken te doen. Maar hij stelde voor iedereen 14 te geven. Ja, riep er eentje. Nee, riepen er vier. De rest stond met open mond. We waren verrast door deze mei 68 oplossing. We hebben dan de week achter examen gedaan. Zou je nu niet, toch niet meer moeten proberen. Hè? Vroeger lagen de verhoudingen volledig anders, maar de wereld was ook anders. Neem nu plagiaat. Hè? Een van de grote problemen van nu, plagiaat, dat deden wij niet. Wij dachten daar nog niet over. Dus te zeggen, we wilden dat best wel plagiëren, maar het was niet rendabel. Ten eerste was er nog nauwelijks iets geschreven. Er was dus ook niet veel om over te schrijven. Ten tweede was plagiaat een hele onderneming. Als wij plagiaat wilden plegen, dan moesten wij naar de Koninklijke Bibliotheek, daar enkele boeken aanvragen, er een halve dag op wachten. De meeste vonden ze dan niet. Dan hoopte je dat er tussen de welgevonden boeken een dik, relatief onbekend boek bij was, dat je kon gebruiken. Dan moest je enkele passages met de hand overschrijven, daarna naar huis, zien of dat je een van die stukken ergens kon inpassen en dan overtypen met een typemachine.
Nou, dat was zo tijdrovend, daar begon je niet aan. Het was veel gemakkelijker om zelf iets uit te vinden en dat dan te typen. Weet u wat er ook veranderd is en wat er nog verandert? De circulatie op de campus. Toen de eerste gebouwen af waren in 1976, lagen er nog geen paadjes. Je kon in een rechte lijn overal naartoe, maar je moest wel door de modder. Iedereen kwam met rubberlaarzen naar de campus. Sommige mensen dachten dat het mode was. Ja. Ik liep op van die grote Hollandse boerenklompen om het internationale karakter van de campus wat te benadrukken. Je kon van gebouw Q naar het Braamgebouw lopen in een bijna rechte lijn, langs de, over de Esplanade voor CMB langs en dan de brandtrap van, C, van B naar, naar beneden, daar is nu de bibliotheek gebouwd, en dan recht op de M af. Nu is dat anders. Je vertrekt vanuit de Q op de Esplanade, gaat onder de passage van gebouw D door, even naar rechts, anders moet je door de heg. Daar probeer je de Bobcats te ontwijken, die plots vanuit de Opinio komen. En je slaat links het gebouw, het pad in naar het gebouw M. Daarna spring je over de struikelstepjes die daar verspreid liggen op dat pad. Maar je mag het pad niet verlaten, want anders riskeer je te struikelen over de beelden die daar overal verdekt zijn opgesteld. Ja, voor ons is het overdag goed te doen, maar voor studenten die 's nachts in het pikkendonker van een campus komen en niet meer zo recht lopen, is het levensgevaarlijk. Nu heeft men dat hele mooie beeld, troost, in het midden van het grasveld gezet. U kent het wel, het is zo hoog ongeveer. Het was de cross, tijdens de cross een hindernis van derde categorie. Ja. Vind ik een schitterend beeld. Het wordt bovendien ons meest nuttige beeld van de campus. Ik voorspel grote belangstelling voor dat beeld na de januari-zittijd, na de juni-zittijd, na de tweede zit. Ook na de pedagogische beoordelingen, de uitslagen van de FVO-projecten, de bevorderingsaanvragen. Nou ja, zo zijn er nog wel een aantal. Gelukkig heeft men het beeld de stap aan het begin van de campus als waarschuwing gezet. Dat toont duidelijk dat je grote stappen moet nemen om de struikelstepjes en eventueel andere obstakels te ontwijken. Zoiets, hè? Dat is trouwens een oud-Vlaams folkloristisch spel. Blinddoek aan en proberen de obstakels te ontwijken. En daarmee draagt ook de VUB bij aan de Vlaamse kanon en het levendig houden van Vlaamse spelen voor de toekomst. Mocht u trouwens ooit struikelen, ga dan niet liggen vloeken, maar herinner u dan de volgende quote. Onze grootste overwinning is niet dat we nooit falen, maar dat we telkens als we struikelen weer opstaan. Mooie quote, hè? Dat is een van Confucius, u weet wel, van dat instituut. Oei, ik zie de gezichten op de voorste rij toch wat betrekken. Ander onderwerp. Een gedicht om af te sluiten, want januari is de gedichtenmaand. Dit gedicht werd speciaal geschreven voor 50 jaar VUB door het collectief van het Werkcollege en geeft een mooie terugblik op het ontstaan van de VUB en op die 50 jaar. U herkent direct een sextet met jambische tetrameter. Het heet Prospectieve Retrospectie. We spraken Vlaams bij ons thuis, Franse woorden buitenshuis. Op Dunif in de chanson, chaque cours, chaque leçon, kansarm studeren, maar wel vrij. De revolte kwam in mei. De Rijkswacht kregen we wel klein, het kostte hen hun oefenplein. Gerlo Stuurs als eerste rector, we eisten een sociale sector. Structuren werden opgebouwd, rechtsen hebben we vertrouwd uitgejouwd. Koten als blokkendozen leenden zich voor stil verpozen, dansen, fuiven of een band, nu en dan een one-night stand. Jij onthield me beide namen. Vrijend blokten we voor het examen. Samen. Democratische invalshoek. We minden het vrij onderzoek. Geen 10.000. Later voor. De protestmars ging teloor. Eigenzinnig heeft veel eigen. Te weinig tezamen krijgen. Zwijgen. Assistenten, professoren, voorzitters en 11 rectoren, raden en commissieleden, dankzij, ondanks wat ze deden, methode en theorie geleerd, duizenden gediplomeerd, geëngageerd. Oude foto's, bruin papier, herinneringen, stil plezier,
Bloem verdween in de broeiaar. Op Saint-Vé mist men de char. Maar de vriendschap is gebleven. Schone tijd, studentenleven. Even. Het verhaal komt in fragmenten, onderzoeksexperimenten. Andere Brusselse studenten, hoe we zongen op een TD. Die ene prof die het hem deed. Ik draag haar altijd met me mee. VUB. Dank u voor uw aandacht en ik wens u toch een vergaderarm 2020.